Goedemorgen allemaal. 9 uur tijd om weer live te gaan. Mijn naam is Helge Tijdeman van Financieel Blij en ik neem jullie mee in mijn live sessie. Wel even anders als anders, want OBS, dat is een programma waar ik mee stream op YouTube, heeft een storing. En het lukte mij al niet om het programma op te starten. Dus ik had hem al nieuw geïnstalleerd en gedaan. Ik kreeg het nog niet voor elkaar en toen kreeg ik een heldere ingeving. Ik denk, ik zal even googlen. En toen bleek er dus een storing te zijn. Dus dan kan ik doen wat ik wil natuurlijk, maar als die storing niet bij mij ligt, dan kan ik het natuurlijk ook niet oplossen. Maar goed, we hebben altijd als alternatief nog onze Zoom. Dus vandaar dat ik zeg tegen Karin, plaats maar even snel een bericht, dan kunnen we gewoon verder op Zoom. Nou, voor jullie, ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Ik neem aan van wel, anders had ik het wel gehoord. Maar, oké, Connie zegt al ja hoor, dus mooi. Nou, voor jullie zien jullie de chart van Bitcoin. Ik zal heel even de indicatoren uitzetten, want dan kan je het even wat beter zien. Voor jullie zien jullie de chart van Bitcoin, de 1-uren chart. En je ziet ook dat hier, dus vannacht om 1 uur of vannacht om 12 uur is de Bitcoin weer in prijs gaan klimmen. Maar je ziet ook hier de laatste 3 uur, de nieuwe uren, is die net begonnen met een nieuwe candle. Maar de laatste 3 uur is die redelijk stabiel. Dat is voor mij een indicatie dat ik zeg van oké, ik wil wel voorzichtig aantreden. Zou die nog in deze candle bezig zijn, dus in een stijging bezig zijn, dan is het voor mij een indicatie om te zeggen ik ga niet traden, want de Bitcoin heeft nog niet de stabiliteit teruggevonden. En ik wacht altijd even een paar candles zijwaarts af om te zorgen dat dat ik kan gaan traden, hè? Dat er wat stabiliteit is in de markt. Je ziet op dit moment, je ziet hier nog wat kooporders staan. En ik heb hier op dit punt, dat was, even kijken, 21 oktober, zaterdagochtend, heb ik mijn volgende batch vanuit mijn challenge, heb ik weer Bitcoin kunnen aankopen. Donderdag heb ik nog met mijn challenge portfolio getraind tijdens Financieel Blij Live. Nou, daar zat ik redelijk al dicht bij de $150 wat ik bij elkaar moet traden. Nou, zaterdagochtend had ik dat bereikt. Ik heb gelijk op zaterdagochtend een order geplaatst van $10 waar ik een Bitcoin heb aangekocht en gelijk 4 andere orders neergezet. Nou, je ziet het, 3 zijn er al gevuld. Eentje staat nog open en die laat ik ook openstaan. En ik wacht net zo lang tot de Bitcoin weer zakt en deze order gaat vullen. Ook hier zie je er nog steeds 2 openstaan. Ook deze laat ik gewoon staan. Mocht de Bitcoin toch nog in prijs zakken, dan worden deze gevuld. Gaat de Bitcoin echt door met stijgen en komt hij totaal niet meer in de buurt van deze orders, kan ik deze orders altijd nog hoger plaatsen. Maar voorlopig laat ik ze nog even staan. En in één keer start OBS op. Die ga ik heel even afsluiten. Zo. OBS wordt wakker. Afgelopen zaterdag heb ik dus voor mijn tweede keer $50 aan Bitcoin kunnen kopen. Inmiddels heb ik dus nu in totaal voor €100 aan Bitcoin gekocht in mijn challenge. Ik ben ook met $100. Ik ben ook met $100 begonnen. Nou, ik heb dus nu inmiddels die $100 veiliggesteld in Bitcoin. En die kan alleen nu nog maar in prijs groeien. Tuurlijk kan nog wel even zakken in prijs. Maar ik ga ervan uit dat de Bitcoin vanaf nu toch wel gestaag gaat groeien. En alles wat ik er nu bij aan het treden ben, is gewoon extra. Hè? Is gewoon wat ik in al die tijd al heb getreden. Dus mijn verdiensten. Dus dat treedt nu ook lekker. Stel je voor dat ik een 3, 4, 5, 6 trades op rij verliestrades zou hebben. En ik zou behoorlijk weer in mijn portfolio in prijs in dalen. Dan nog heb ik steeds winst.
Dus dat is ook wel een lekker gevoel om mee te kunnen traden. Ik ga de indicatoren aanzetten. En ik ga heel even de scanner erbij halen. En die ga ik even goed instellen. Want ik heb hem nu nog gewoon ingesteld staan zoals ik er zelf mee aan het traden ben. Nou, we kijken naar de USDT, de dollar. En ik klik ook heel even de euro aan. Want wie weet vinden we nog een mooie instap op Bitfavo. Nou, we gaan alleen maar kijken naar long posities. Dus alle shorts zet ik uit. Deze zet ik ook even uit. En we kijken alleen maar op Bitfavo en op KuCoin. Dus Bybit zet ik ook even uit. Nou, klik ik op Save. Oh, ik wil even de timeframe 1 en 2 minuten ook nog even aanzetten. Klik dan op Save en ik zie dat ik ontzettend veel meldingen heb. Als ik zoveel meldingen heb, krap ik me altijd wel even achter het oor dat ik denk van, even oppassen. Als er zoveel meldingen zijn, je ziet ook hier, hierachter staan, wat er is gebeurd met deze melding nadat die melding is binnengekomen. Nou, over het algemeen is dit rood, 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 rood. Dus dat houdt in dat die meldingen alleen nog maar in prijs zijn gezakt. Dus let daar even op. Als je ergens in gaat stappen. Ik doe even mijn scanner even weer naar mijn andere scherm. En ik ga eens even kijken. Ik kijk gewoon bovenaan bij mijn meest actuele melding. Mana USDT op de 1 minuut. Eens even zien. Nou, hier is de melding opgekomen. De beide lijnen in stochastic zitten in oversold gebied. Alleen die blauwe lijn, die moet wel richting niemandsland gaan. Hè? Dus richting het roze gebied. Dus die moet eigenlijk nog omkeren. Maar daarnaast heb ik nog een aantal dingen waar ja, ik niet zo heel erg blij mee ben. Dat zijn al deze platte candletjes. En je ziet ook hier zie je wat staafdiagrammen. Hè? Ik zal deze even iets omhoog doen. Hier zie je wat staafdiagrammen. De prijs is hier, of de volume zie je wat toegenomen. Hier zie je ook een beetje, maar wat hier tussenin ligt, dat zie je eigenlijk al bijna niet. Omdat het volume hier veel te laag is. Dus deze sla ik over, deze trade. Deze instap, want ik vind hem niet instapwaardig genoeg. En er zijn er op dit moment genoeg. Dus we hebben keus zat. Kijk even naar Tom, USDT, op de 1 minuut. Nou, hier de candle. Hè, deze is goed. Zijn ook in oversold gebied, hebben elkaar gekruist. Blauwe lijn gaat al wel richting niemandsland, maar is daar nog niet. Maar ook hier, ook weer precies in ditzelfde gebied, heel weinig volume. Je ziet ook hier weer, al die volumestaafjes hier zijn heel laag. Dus ook deze doe ik aan de kant. En ik kijk gewoon weer naar een volgende. FTM op de 3 minuten. Nou, qua volume ziet dit er al wat beter uit. Hier zit wel nou, een mooie beweging in de chart. Hier is hij voor het laatst nog bij de bovenste band geweest. Hier, hier. Ook als hij hier naar de onderste band gaat, gaat hij goed weer terug. Het enige wat ik hier nog even heb is, ik wacht heel even totdat deze blauwe lijn iets meer richting niemandsland gaat. Want nu vormt het nog een rode candle. En je ziet ook dat die blauwe lijn nog steeds richting naar beneden gaat. Dus daar ben ik nog niet zo heel erg blij mee. Ik kijk even naar. Wow, komen er in één keer zoveel binnen. WLD, wild, zeg ik zelf altijd. Nou,
Dit is eentje, die heeft dus zijn 5 minuten candles. Hij heeft hier voor het laatst werkelijk de bovenste band geraakt. Hier bijna, hier ook bijna. Dit zijn 5 minuten candles. Nou, zoveel candles op rij naar beneden, dan wil ik op zijn minst een groene candle zien voordat ik ga instappen. Nou, dat kan ik je nu al wel op een briefje geven. Die zien we voorlopig nog niet, want hier de stochastic is nog niet weer richting niemands land. En als ik dit zie, de MACD, deze lijnen staan zo ver van elkaar af. Wijzen echt naar beneden. Deze gaat nog wel eerst in prijs naar beneden. En dat zeg ik, als er zoveel instapmeldingen zijn, moet je kieskeurig zijn. En dan zorgt het wel dat je even alert moet zijn bij je traden. Dus even zien hoor. Ik heb wel wat meldingen op de 1 minuut, maar dit is een SBM-melding. En hoe zie ik dat? De groene lijn, dat is de MA200, staat bovenaan. De MA50, dat is mijn oranje lijn, staat daaronder. En de MA20, mijn rode lijn, staat daaronder. Daaronder staat Pesar. Nou, en er moet een flinke drop zijn geweest. Nou, dat is hier ook. Alhoewel heb ik het liefst een drop over een paar candles. Maar deze voldoet ook wel. Moet al herstel zijn op de MACD voordat ik instap. Nou, en ik zie ook hier de stochastic zit ook al in niemandsland. Hier ga ik op instappen. Voor de askprijs. Met mijn hele budget. Ik ga voor 0,5% winst. En mijn verlies mag maximaal 2% zijn. Kijken of ik erin kom. Hij stijgt nog weer. Ja, ik zit in de trade. Dan haal ik mijn andere tabblad even weg. Ik zit in de trade. Het duurt altijd even langer voordat hij goed beseft. Nou, je ziet ook, deze was net donkerrood, is nu lichtrood geworden, dus staat ook actief. Hè? Ik ben met een smart order ingestapt. Dat houdt in dus dat ik direct bij mijn instap ook direct een verkoop en een stop loszet. En ik ga deze vast noteren in mijn logboek. 23/10/2023. De munt is Sol. Zit er met de stopmethode in. Oh nee, dit is de SBM. Dit is 1 minuut. Dan hebben we toch nog eens een keer een SBM trade. 9:13 zijn we ingestapt. Nou, nu is het tijd voor de chat. Ik pak heel even de chat erbij. In ieder geval fijn dat jullie ons ook hebben gevonden nu. In Zoom. Dus welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Karin begint er ook al mee. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Connie, goedemorgen. Ook fijn dat we Mots er weer zijn. Anki, goedemorgen. Yvonne, goedemorgen. Die zegt dat veel treedplezier. En
Anneke zegt al: goedemorgen iedereen, even aanschuiven. Ik moet om 9:15 weg, maar dan hoop ik nog mooi even de eerste instap van Helga te zien. Nou, het is 9:15 en we zitten in onze eerste trade, dus heb je nog mooi even mee kunnen pakken. Goedemorgen Mariska, goedemorgen Marco. En Anneke zegt: ik ben helemaal blij. Gisteren mijn tradeplan gemaakt met best wel strenge voorwaarden. Goed zo, Anneke. Hoewel het soms moeilijk was, heb ik me eraan gehouden. En het werkte. Gaf me veel duidelijkheid en rust. Zo van: oké, nee, dat zou ik niet doen. 3 winsttrades op rij. Sinds lange tijd niet meer gehad. Top bezig, Anneke. Anneke is een van onze smaragdleden. En smaragdleden starten bij ons ook echt met het schrijven van een uitgebreid tradeplan. En het tradeplan ook best wel streng om je daar goed aan te houden. Dus mooi. Eens even kijken. Nou, Connie is ook alweer bezig met de linkjes aan het delen, hè, van de scanner. Simon ook, goedemorgen. Willy, goedemorgen. En Karen zegt ook al: hebben jullie vragen? Stel ze gerust. Kan via de chat. Goedemorgen, Patricia. En Henk ook, goedemorgen. En Mo, die zegt: goedemorgen, door mijn vakantie kan ik nu deze sessie ook weer meepakken. Nou, fijn dat je er weer bent, erbij bent, Mo. Ik zeg al wel Mo, maar je zegt hier Mohamed. Maar op een ander platform zeg je altijd Mo, dus vandaar. Ah, we zijn al. Volgens mij heb ik hier mijn geluid niet aanstaan in deze. Oh, toch. Nou, zal wel weer mijn geluid uitgeschakeld zijn. We zijn uit deze trade. Dus het is een lekkere. We gaan hem even noteren. We zijn eruit op 9:18. Ons saldo is nu 280,58. Nou, hij heeft een mooie 50% winst gegeven op deze trade. En ik ga even een linkje maken. En die zet ik hier ook bij. Nou, op naar een volgende trade. Deze hebben we mooi afgesloten. Inderdaad, Marco, een lekker begin op de maandag. Matic. We gaan eens even kijken. Matic, 5 minuten. Hij is hier nog bij de bovenste band geweest. Er zit veel beweging in deze munt. Hier is die wel een stijging. Dit beweegt lekker. Hij is ook al met een groene candle bezig, hè. Je ziet ook al hier blauwe lijn. Zit al in niemands land. Ik ga instappen. 100% met een smart order. Ik ga voor 0,5% winst. En mijn verlies mag maximaal 2% zijn. Ik activeer mijn order. En we zitten in de trade. En je ziet ook dat hij direct mijn stoploss en mijn TP plaatst. Ik ga hem even noteren. Even zien. 9:20. Zitten we in deze trade. Het is vandaag de 23e. Met ik. Deze is wel een stoptrade.
En we zitten op de 5 minuten. Nou, bijkopen en jojoen doen we niet. We zitten ook met 100% in deze trade. En de trade kan zijn gang gaan. Dus even kijken, heb je vragen, stel ze rustig in de chat. Ik zie dat ik nu door de chat heen ben. Anneke is er vandoor. Nou, die heeft net de eerste hele trade mee kunnen maken. Kijk vanavond weer verder. Hoe is bij jullie het traden het afgelopen weekend gegaan? Daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Traden jullie sowieso in het weekend? En hoe is het afgelopen weekend is het traden gegaan? Anneke had al wel wat gedeeld. Ze had 3 goede trades op een rij. Met winst ook afgesloten. Ik moet zelf zeggen, ik heb zaterdagochtend, ik trade normaal gesproken eigenlijk bijna nooit op de zaterdag. Na zaterdagochtend liep mijn dag even iets anders en op zaterdagochtend kon ik even nog wel een 2 uurtjes traden. En dat waren 2 echt wel hele productieve uurtjes. En ik heb lekker kunnen traden. Daarom kwam ik ook met mijn challenge budget getraind. En daarom kwam ik ook aan mijn $150 bij elkaar. Gisteren vond ik het wel iets moeizamer. Vooral richting de eind van de dag. Dan merkte je ook al dat Bitcoin weer tegen het uitbreken aan stond. En dat heeft hij uiteindelijk ook 's nachts om 12 uur gedaan. Maar dat merkte je daar al wel een beetje aan. En voor de rest vond ik het weekend best wel lekker traden. Marco zegt ook, ik heb een aantal swing trades gedaan op Solano, BTC en Link. En dat was top. Connie zegt, ik heb niet getraden dit weekend. René zegt ook, geen trades gedaan afgelopen weekend. Connie zegt, ik heb wel een swing trade uitgezet. Dat is ook wel vaak wat ik doe in het weekend. In het weekend ga ik ook vaak de charts bij langs om te kijken van hoe hebben ze het een afgelopen week gedaan? En wat zijn eigenlijk de verwachtingen van de komende week? En dat doe ik eigenlijk altijd op de dagchart. Dan ga ik op de dagchart ga ik alle charts bij langs. En dan ga ik kijken van, ontstaat er een bepaald patroon? Kan ik ergens een uitbraak verwachten of niet? En dat is ook wel iets wat ik vaak ook in het weekend doe. Anke zegt ook, ik heb prima kunnen traden. Wel een verlies, maar ook weer weg kunnen werken. Dat is ook altijd weer fijn. En Yvonne zegt ook, ik had de pech dat ik 2 keer in een trade zat tijdens een drop van BTC. Helaas verlies gemaakt. Ja, dat is ook balen. Ja, weet je, en die drops van de BTC's, er is vaak geen redden aan. En dan kan je beter maar uitstappen of wachten op herstel. Maar soms kan je beter het verlies nemen dan dat je probeert tegen heug en meug je verlies te beperken of weer te herstellen. Wat vaak leidt tot nog hoger verlies. Anetta zegt ook, ik had zaterdag 3 goede trades. 'S Middags direct de verliestrade, daarna gestopt.
Dat is ook vaak verstandig, hè, om te doen. Als je... ja, als je aan het traden bent en je hebt een aantal goede trades op rij met winst afgesloten. Daarna komt een trade die je uiteindelijk met verlies afsluit. Dan is het ook vaak verstandig om te stoppen. Vaak gaat het tegen ons gevoel in, want we willen dat verlies dan gelijk vaak weer goed maken. Maar zo'n verliestrade komt niet altijd maar zo uit de lucht vallen. Ga wel goed altijd nakijken van hoe is mijn trade geweest. Heb ik alles volgens mijn tradeplan gedaan? Als je volgens een tradeplan werkt, ben ik juist ingestapt? Was het een juist instapmoment? Noem maar op. Als je de trade goed hebt uitgevoerd en het is uiteindelijk toch een verliestrade geworden, kan het ook zijn dat op dat moment ook de markt keert. En als jij daarna nog een trade gaat zetten, met het gevoel van ik ga mijn verliestrade weer goed maken, kan het zo zijn dat dat ook weer een verliestrade gaat worden, omdat de markt aan het keren is. En jij daar niet goed genoeg op inspeelt. Dus vaak ook als je een aantal winsttrades hebt gemaakt en je hebt op een gegeven moment een verliestrade, probeer gewoon dan te stoppen. Maudi zegt ook, was gisterenochtend ook goed traden met Bybit. Maar na een paar winsttrades ben ik direct gestopt. Verstandig. Connie zegt, vanochtend heb ik al lekker kunnen traden met de BTC. Wel een verliestrade. Maar met de altcoins heb ik 4 winsttrades gemaakt. Gisteren begon ik met de Bitcoin Challenge. Het ging niet goed. Ik ben uitgestopt. En andere 2 trades heb ik zelf wel de order delete. Maar was ik te laat? Ik zat al in de trade. Het lijkt dat het op... Het lijkt dat de Bybit anders er... Even kijken hoor. Die zin snap ik niet helemaal. Ik moet iedere keer de indicatoren instellen. Ik heb het bij Bybit heb ik soms ook... dat mijn indicatoren niet blijven staan en dat ik ze opnieuw moet instellen. Maar bij het ene subaccount blijven ze wel allemaal staan. En bij het andere subaccount moet ik ze steeds opnieuw instellen. Waar dat precies aan ligt, ik weet het ook niet. En Marco zegt ook, ja, refunds treden. Je kunt beter even een ommetje maken. Nou, inderdaad, daar komt het begrip ook vandaan, even met de hond lopen. Hè? Dus soms... als je zo'n trade hebt gehad, wat eindigt op verlies, dat je beter even de hond kan uitlaten. En heb je geen hond, dan leen je de hond van de buren even. Maar dan kan je beter even afstand nemen van het traden en later op een later moment weer verder gaan. Ja. Nou, onze trade gaat gewoon voort. Ik heb ook weinig mededelingen op het moment. Misschien heb je al wel gezien in de Blije Academie dat we aardig in de Blije Academie aardig wat veranderingen hebben aangebracht. Vooral in het forum. We hebben al iets meer gesorteerd in het forum. We hopen dat het zo duidelijk is ook voor iedereen. Dus mocht je weer even in de Blije Academie zijn en denken van hé, hey, dit ziet er anders uit. Dat zou kunnen. Dus... Dus even kijken, Marco zegt, Helga, kun je nog even iets toelichten over de donderdagavondsessies? Is dat een eenmalig bedrag voor een maand?
De donderdagavondsessie, dat is Financieel Blij Live. Donderdagavond is eigenlijk achter de betaalmuur, laten we het zo maar even noemen. Je kan dan lid worden van Financieel Blij Live. En dat kost op dit moment €4,95 per maand. Dat is dus een maandbedrag. En dat is sowieso nog tot eind van dit jaar. En vanaf januari gaat dit bedrag omhoog. Dus ik zou zeggen, ben je nog geen lid van Financieel Blij Live en wil je wel de live trade sessies op de donderdagavond meemaken, word dan lid van Financieel Blij Live. En wat krijg je daar dan voor? Nou, op de donderdagavond gaan wij in onze live trade sessies altijd net even verder. Ja, we gaan daar ook traden op een leverage platform. Ik leg altijd net even iets meer uit. Het zijn een soort van mini-clinics wat je krijgt op de donderdagavond. Ook kan het zo zijn dat als er straks de tijd er weer voor is dat we gaan trend swing traden. Dat we andere trade opties daar ook laten zien. Ja, dat is de voordeel van Financieel Blij Live op de donderdagavond. Voor de rest kan het ook gewoon een live trade sessie zijn, waar ik gewoon alleen maar aan het traden ben. Maar ja, ik probeer iets meer uit te leggen als dat wat ik op de maandag doe. Financieel Blij Live komt ook wel eens voor dat ik ga lunch traden. Dus dat ik onverwachts, dus dat vaak is vaak niet gepland, maar onverwachts op de tussen de middag even ga live traden. Of dat ik een keer ga silent traden. Silent traden betekent dat ik er geen toelichting bij geef, dat ik er niet bij praat. Dat je wel kan kijken. Vaak kan je wel even de chat gebruiken, maar dat je kan kijken hoe ik mijn trade sessies doe. Christine zegt ook, ik heb ook een vraagje over het lid zijn. Wordt het dan automatisch maandelijks betaald? Het wordt automatisch maandelijks afgeschreven, ja. En als je het wil beëindigen, dan kan dat altijd door ons een mailtje te sturen en dan zetten we het abonnement stop. En René die deelt nog even de link van Financieel Blij Live. Via deze link kan je je aanmelden. En misschien een heel klein tipje van de sluier. Heb je eventueel interesse? Word dan nu lid. En wacht niet tot januari. Want als je nu lid wordt, heb je daar alleen maar heel veel voordeel van. We staan inmiddels in de winst. Ook bij deze trade 30 candles. Nou, ga even kijken waar 30 candles zit. Alleen dit zijn 5 minuten candles. Dus 30 candles, dan zitten we een heel eind verder. Hè? Ben je 2,5 uur verder. Dat is om 11:45. Nou, 11:45, dan ben ik alweer hele andere dingen aan het doen. Ik heb altijd gezegd, 10:30 wil ik met mijn uitstopstrategie beginnen. Nou, 10:30 is hier. Dus hier zet ik een lijn neer. En deze verticale lijn die zet ik met Alt V of met Option V. Ligt er net aan of je Apple gebruikt of niet. Kan je deze verticale lijn zetten. Dus ik geef de trade de tijd tot aan deze lijn. Waarom doe ik dat? Waarom laat ik niet oneindig die trade doorlopen? Nou, mocht de trade heel lang zijwaarts gaan, dan... Ja, mijn geld ligt stil. En vooral als je met 100% in de trade zit. Mijn geld ligt stil in de trade. Geld wat stil ligt, kost geld. Het kan ook zijn dat hij alleen maar neerwaarts gaat. En dan misschien weer een stukje op. En dan weer neerwaarts, stukje op, neerwaarts. Nou, dan heb ik ook liever dat ik met 30 candles al uit de trade ben. Zou ik bijvoorbeeld in de winst staan na 30 candles? Dan
Ja, dan heb je kans dat ik zeg van nou oké, laat het dan die trade nog maar doorlopen. En dan geef ik die trade weer 30 candles de tijd. Bij 5 minuten candles, ja, hebben we het dan over 2,5 uur is 30 candles. Dus als ik weer 30 candles de tijd zou geven, dan zou ik deze trade in totaal 5 uur de tijd geven. Nou, dat komt bij mij niet zo heel vaak voor dat ik een trade van 5 minuten 2 keer 30 candles de tijd geef. Gebeurt nog wel eens bij een trade van 1 minuut. Als ik zie dat hij wel in de win staat, dat hij wel de goede kant uit gaat. En er zijn niet zo heel veel andere meldingen, of eigenlijk geen andere meldingen. Dan wil ik nog wel eens beslissen om te zeggen van nou, ik geef hem nog eens een keer 30 candles de tijd. Ik geef hem dan ook echt nog een keer 30 candles. En ik ga dan niet na 10 candles al zeggen van nou, nu wil ik toch uit die trade. Nee, want dan hou ik hem ook echt aan mijn plan. Dus of ik stap bij 30 candles eruit. Of pas bij de volgende 30 candles en dan niet tussendoor nog eens een keer. Zou ik bij 30 candles nu zijn en de trade zou op dit niveau zoals nu, zoals hij er nu uitziet, dan zou ik mijn stop op de break-even lijn zetten en dan zou ik de trade door laten lopen. Dus dan word ik of gevuld, hè, op mijn verkoopplek of als de prijs weer naar beneden gaat, word ik uitgestopt, maar dan word ik uitgestopt op break-even. Dus dat zijn voor mij de opties. En mijn uitstapstrategie is dat ik meeloop met de prijs omhoog, hè? Maar dat doe ik dus alleen maar als de prijs onder de break-even zou staan. Dus even zien, ik heb nog een melding binnen. Gaan we gewoon even naar kijken of deze instap waardig zou zijn. Link 5 minuten. Nou, hier komt de melding op binnen. Je ziet ook al dat de blauwe lijn van de stochastic al in niemandsland zit. Geeft ook al twee groene candles aan. Dit zou voor mij een mooie instap zijn. Alhoewel ik er wel even rekening mee hou dat dit 5 minuten candles zijn. En dat hij hier voor het laatst bij de bovenste band is geweest. En dat is wel meer dan 2 uur geleden, bijna 2,5 uur geleden. Dus daar hou ik wel een beetje rekening mee. Even kijken hoe ver. Hij heeft ruimte genoeg om een verkoop te zetten onder de MA20. Dus deze is ook wel mooi instapwaardig op dit moment. Hij is wel wat gestegen. Even kijken. Ja, het is te verwachten dat hij uiteindelijk weer teruggaat naar dit prijsniveau. Dus hou daar wel een beetje rekening mee. Bianca, ook goedemorgen. Welkom. Ik zie dat die link is ook bij Bitfavo. En bij Bitfavo voldoet hij eigenlijk aan dezelfde voorwaarden. Hè? Dit is het voordeel van AllTrady. Ik klik op de link in de CienScan en hij opent hier bij Bitfavo. Dat zie ik hieraan. BVVO, dat is Bitfavo. Dus ik zou nog in deze kunnen stappen. Ik zie wel dat hier deze gaat wel alweer iets zakken. Ook hier kan ik nog wel onder de MA20 blijven. Ik ga ook hier instappen met een smart order voor de askprijs 100%. Liefst zou ik hier voor een iets hogere winstmarge gaan. Dus ik doe even 0,7%, want bij Bitfavo betaal je net even iets meer fee. Eens even kijken. Zo. Nou, ook hier zit ik al in de trade. En het voordeel is van een smart order dat gelijk ook een verkoop en een stop los staat.
Dus in principe hoef ik niet meer zo heel veel naar deze trade om te kijken. Wat ik doe ook bij Bitfavo, ik laat bij Bitfavo vaak ook wel de trade gewoon uitlopen. Hier hou ik niet altijd de 30 candles aan. Ik zit hier ook wel vaak in wat langere swing trades. Ik kijk hier ook heel vaak naar bijvoorbeeld 1 uur timeframe. En dan kijk ik eigenlijk naar dezelfde voorwaarden voor de stopmethode die ik ook doe. Nu bijvoorbeeld op de 5 minuten timeframe. Maar dan kijk ik op een uren timeframe. En 30 candles verder ben je 30 uur verder. Dus daarom hou ik me niet zo aan die 30 candles op Bitfavo. Maar dat treed ik ook vaak gewoon, ja, de wat langere trades. Nou, weer even terug naar KuCoin. En dat is het voordeel, hè, van altraden. Want of ik nou KuCoin, Bybit, Bitfavo aan het traden ben, ik kan het allemaal tegelijk. En allemaal met dezelfde layout, op dezelfde manier. En daar zorgt altraden voor. Dat alles gewoon eigenlijk min of meer gelijk is om mee te traden. Nou, altraden, je kan, als je nog nooit altraden hebt gebruikt, je kan hem 14 dagen lang gratis gebruiken. Ik zie dat René inmiddels al een link heeft gebruikt. Of een link heeft geplaatst. Je kan hem 14 dagen lang gratis gebruiken. En gebruik je onze link, als je daar 14 dagen zegt van ik wil hem wel aanschaffen, krijg je 15% korting. Als je zegt, nou weet je, ik vind dit toch wel heel erg prettig en ik wil hem ook voor een langere periode gebruiken, ik ga direct voor een jaarabonnement. Dan krijg je van Altradie 30% korting op dat jaarabonnement. Maar als je dan ook nog eens onze kortingscode erbij gebruikt, hè, Financieel Blij Live, dan krijg je ook daar overheen nog eens een keer 15% korting. Dus eerst 30% korting van Altradie, omdat je kiest voor een jaarabonnement. En dan daar overheen nog eens een keer 15% korting, omdat je onze kortingscode gebruikt. Dus inderdaad, 2 keer korting. En dan kom je eigenlijk op een maandbedrag uit zo rond de 17 euro, als ik het goed heb. En dat is dus het bedrag wat je jezelf moet gunnen om plezierig en makkelijk te kunnen traden. Dus ga dat eens in overweging nemen of het jou dat waard is, ja of nee. En ik weet ook vooral als je begint met traden, dat het een investering is wat je zelf, ja, vanuit je privébudget eigenlijk moet doen. Maar op een gegeven moment kan het een doel zijn dat je zegt van, ik wil dit soort tools, wil ik kunnen betalen uit mijn tradebudget. Zo ben ik zelf ook begonnen. Van mijn eerste tools die ik moest kopen. Ik heb een tijdje ook met een gratis tool gewerkt toen ik begon. Maar bijvoorbeeld de Coinergy, dat was ook, moesten we op een gegeven moment ook, volgens mij was het ook iets van een tientje of 12 euro per maand. En, maar dat moest gewoon voor mij, op een gegeven moment moest dat gewoon uit mijn tradebudget komen. En dat was dan eigenlijk het doel om elke keer naartoe te werken. En nou, toen kwam er nog eens een platform bij en toen kwam er nog eens iets bij en nog eens iets bij. Dus op een gegeven moment had je het gevoel dat je alleen maar voor dat soort dingen aan het traden was. Nou, dat is niet waar. Maar het geeft wel een heleboel gemak en plezier aan jouw traden. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, zoals een platform als Bybit, treedt ook wel prettig als je op het platform zelf aan het traden bent. Maar hè, als je bijvoorbeeld op Bitfavo moet gaan traden of op KuCoin moet gaan traden, of, dat maakt het niet altijd even makkelijk. Je hebt geen break-even lijn, posities worden niet goed weergegeven. Je ziet vaak niet waar je bent ingestapt of weer bent uitgestapt. Allemaal van dat soort dingen waar je een beetje tegenaan loopt als je op een platform zelf aan het traden bent. Nou, Marco zegt ook, het maakt je zoveel makkelijker, net als de CN-scan. Ja, en CN-scan scheelt je gewoon een heleboel tijd.
Ik ben wel van mening, voordat jij aan een scanner begint, het CN-scan of een andere soort scanner, vind ik wel dat je zelf instapmomenten moet kunnen vinden. Want een scanner als CN-scan geeft alleen maar aan van hier zit mogelijk een instap. En het wil niet zeggen dat die instap voldoet aan de eis die jij eraan stelt. Kijk, zo'n CN-scan, daar zit een bot achter. En die bot wordt ingesteld van, nou, een candle moet sluiten onder de band. De stochastic moet in oversold gebied zijn. En elkaar gekruist hebben. En de bolletje bandsbreedte moet bijvoorbeeld minimaal 1,5% zijn. Als dat allemaal is, dan geeft CN-scan zo'n melding. Maar de scanner ziet niet van, is er voldoende beweging in de chart? Is de bitcoin aan het droppen of niet? Of aan het stijgen? Allemaal dat soort dingetjes die wij allemaal meenemen. Stel je voor, hier heb je de 24-uursverandering. Staat hier op 10%. Maar zou dit 60% zijn of 80%? Nou, dat zou voor mij al een reden zijn om niet in te stappen. Dat ziet zo'n scanner ook niet. Dat neemt hij ook niet mee. Dus dan moet je allemaal zelf naar kijken van, klopt dit ja of nee? Of voldoet dit aan mijn eisen ja of nee? Dus voordat je aan de scanner begint, weet goed waar een instap aan moet voldoen. Kijk nog wel heel even in de chat. De Rus is een beetje wedergekeerd. Ja, even blazen inderdaad. Hij is er bijna. Even zien. Ik heb nog één melding die actief is. Tommy. We gaan gewoon even naar kijken. Tommy op de 1 minuut. Dat is deze. Die heeft hier in één keer een behoorlijke drop gemaakt. En dan hoop je herstel te krijgen daarna. Nou, hij is nu wel wat stabiel. Maar herstel is nog niet ingezet. Ik zou hier dus echt wachten totdat die blauwe lijn echt tegen niemands land of eigenlijk erin is. Zodat je echt kan wachten op herstel. Je ziet bij de MACD al wel wat lichte staafdiagrammen komen. Dus het houdt wel in dat hij wel bezig is met herstel. Maar wacht hier dus echt dat je die blauwe lijn echt tegen of in niemands land is. En dat baseer ik echt puur op de candles die je dus hier ziet. Hè? Dat best wel gedropt is. Hier heb je ook weer twee platte candletjes tussen. Je ziet ook hier, hè? Even, dan is het volume even weg hier. Heel weinig volume. Dus zorg echt dat je, als je hierin wil stappen, dat die blauwe lijn op, tegen of in niemands land is. Even bij Bitfavo kijken. Nou, die staat inmiddels ook in de winst. Gaat de goede kant uit. Zo. Ja, ook voor CN-scan geldt, René die deelt de link al in de chat, ook voor de CN-scan geldt, je kan hem 14 dagen lang gratis gebruiken, als je hem nog niet hebt gebruikt. En denk niet van, ik heb hem gebruikt op dat mailadres, ik gebruik hem nog weer eens een keer op een nieuw mailadres. Dat werkt niet, want ze gaan op IP-adressen. Dus, maar 14 dagen lang de scanner gebruiken en dan heb jij wel een idee van, hey, dit geeft mij echt meer tijd bij traden of niet. Het scheelt jou een heleboel zoeken naar instapmomenten.
Je zet de scanner aan, kijk als het stil is op de scanner en je hebt geen instapmoment op de scanner. Ja, je kan eventueel gaan zoeken, maar de kans is klein dat jij ook een instapmoment vindt. Dus dat doet de scanner wel voor jou. Ook, nou ja, 14 dagen lang kan je hem gratis gebruiken. Na 14 dagen, als je zegt van nou, ik wil wel de scanner gaan uitproberen of ik wil hem gaan gebruiken. Ook met onze link, hè, met onze kortingscode, krijg je 15% korting op de scanner. En als je zegt van ik weet nog niet, wil ik basis of advance of gaan gebruiken. Je kan hem tussendoor altijd upgraden. Nou, Marco, fijn dat je me Marco die geeft me nu elke keer de tips en de hints van hey, wat ik er nog over kan vertellen. Maar inderdaad, op YouTube, op ons kanaal, kan je zien hoe ik die scanner instel. Als je op onze Facebook of YouTube pagina bent, dan kan je boven in de zoekbalk of bij het vergrootglasje, als je daar CN scan in typt, dan komen diverse video's waar ik laat zien hoe je de scanner gebruikt, hoe je hem instelt, hoe ik hem instel voor meerdere platformen, noem maar op. Dus dat is heel makkelijk terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Er staan echt wel diverse video's op. En de stopmethode, die staat als basismethode al in de scanner, dus dat scheelt al een heleboel. Dit was niet de bedoeling, dit hadden we niet afgesproken. Je zou gewoon omhoog gaan. Eens even kijken waarom die in één keer... Nou, Bitcoin gaat ook iets naar beneden, maar goed. Kijk even op een wat lagere timeframe bij Bitcoin. Bitcoin daalt wel even wat in prijs. Maar we zullen Bitcoin niet overal de schuld van geven, hè? Carola zegt ook van, ik had gelukkig mijn stop loss in profit gezet, uitgestopt met een kleine winst. Oké, dus die had, hè, toen de prijs hier stond, had ze haar stoploss net iets boven break-even gezet. Ik doe dat zelf trouwens nooit, omdat dat niet in mijn tradeplan staat. Dat doe ik pas na 30 candles. Dus ik vertrouw erop dat in principe nu, als die prijs nu naar beneden gaat, dat die vervolgens nog een keer omhoog gaat om de prijs aan te tikken. Dick zegt, is de scanner afgesteld op een IP-adres? Ik gebruik een VPN die af en toe op een ander land staat en ik wil 3 maanden naar Zuid-Amerika. Heb ik dan weer een ander IP-adres en werkt de scanner dan nog? Ja, de scanner blijft gewoon werken. Het is alleen, ja, sommige mensen zijn gewoon heel slim, denken zij. En die gaan met, die hebben 5, 6 e-mailadressen. En die gaan op elk e-mailadres gaan ze 14 dagen lang gratis de scanner aanvragen. En daar controleren zij op IP-adressen, zodat dat niet mogelijk is. En ja, ik vind al heel wat dat je hem gewoon gratis 14 dagen lang mag uitproberen. En ik vind het goed dat ze dat doen hoor, want er zijn genoeg mensen die ja, daar misbruik van maken. Dus alleen bij het gratis abonnement wordt gekeken van heeft dit IP-adres al niet eerder een gratis mogelijkheid gehad om de scanner 14 dagen lang te gebruiken. En voor de rest maakt het niet uit met welk IP-adres. Want als ik bij mijn ouders ben en ik ben daar aan het traden, gebruik ik de scanner ook gewoon. En dan zit ik ook op een ander IP-adres. Dus dat,
dat maakt niet uit. Maar lekker, voor 3 maanden naar Zuid-Amerika. Wat leuk. En ik denk vaak dan wel een uitdaging om een goede internetverbinding te krijgen daar. Maar het is wel een mogelijkheid, hè? Je kan daar in principe gewoon, en dat is het fijne van traden, waar je ook heen gaat, overal is het mogelijk om te traden als er maar internet is. Er zijn genoeg mensen die als droom hebben om bijvoorbeeld met een camper de wereld rond te trekken. Laptopje mee. En daar waar je even niks te doen hebt, dat je dan even lekker gaat traden. Je verdient het geld weer voor die dag. En vervolgens ga je weer verder genieten. Ja, Dick zegt ook, ja, internet is daar af en toe onstabiel. Ja. Nou, de prijs die gaat alweer omhoog. Hopen dat hij nu een beetje doorzet. Even bij Bitfavo kijken. Nou, kijk, die is ook al aardig op weg. Je ziet hier, bij deze twee candles, heeft hij de pesar omgekeerd. Hè? Dat hij weer in een opwaartse trend gaat. Maar je ziet ook, die prijs is waarschijnlijk hier best laag geweest. Heeft hij die pesar is weer omgedraaid. Nou, vervolgens is het uiteindelijk nu wel een groene candle. Die is nog niet af, die duurt nog 2 minuten deze candle. Kijken of hij die pesar daarboven houdt of dat die pesar ook weer naar onderen gaat. En Carola vraagt aan Dick van naar welk land ga je? Daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje nieuwsgierig naar. Als je niet wil vertellen, Dick, dan is het ook goed hoor. Maar Marco zegt, ik ga in maart naar de Malediven. Wil ooit een droomreis maken naar een bounty-eiland en dat gaat nu gebeuren. Soms moet je jezelf belonen. Nou, inderdaad. Dat, in de Malediven, oh, ik zie dat al helemaal voor me. Ik ben ook aan het kijken voor een vakantie in maart. In maart word ik 50. Dus ja, zo'n bounty-eiland, dat trekt ook wel. Maar ik denk niet dat het dat gaat worden. En Dick, die gaat naar Brazilië. Ook mooi. Patricia, die zegt al, wauw, gaan diepzee duiken. Ja, bij de Malediven. Ja. En Carola zegt al tegen Marco, snorkelspullen meenemen. Het is één groot aquarium. Ja, dat is wel heel mooi. Alleen dat onderdeel trekt mij dan niet van het bounty eiland. Ik denk Karin wel, want die is van het duiken. Maar doe mij dan maar het bedje met onder de palmboom aan het strand, boekje erbij.
Nou, we zijn alweer richting break-even lijn. Karen zegt al, yes, heerlijke mooie duiken maken. Echt genieten. Carola zegt ook, het zand is zo wit. Het reflecteert de zon. Snorkelen kan ook heerlijk zijn. Marco zegt, ik ben afgelopen augustus 50 geworden, dus dit is mijn cadeau. Ja, ik vind dat echt wel een goed cadeau eigenlijk als je 50 wordt. Dat vind ik toch een mijlpaal. Dus we gaan er eens over nadenken. Ja, Karen zegt al heel goed, Marco, jezelf echt belonen. Ja, dat doen we vaak te weinig, hè? Carola die zegt al, dat is bij elke leeftijd een goed cadeau. Ja. En Karen zeggen, Helga moet voor mij even lekker op vakantie. Ja, ik weet het. Ja, en wou ik net iets zeggen, dan dacht ik van, dan doen we gewoon een live trade sessie onder de palmbomen. Maar dat mag dan weer niet van Karin. Want ik moet dan het dan loslaten. Even bij Bitfavo weer kijken. Ah, die zakt weer net even iets in prijs. Hè? Die Parabolic SAR is hier wel aan de bovenkant blijven staan. Maar deze loopt gewoon lekker door. Marco zegt ook, ik vind het knap hoe Helge alles heeft opgebouwd qua site, cursussen en alles. Dus vakantie wel verdiend, ja. Nou ja, weet je, ik doe het niet alleen, hè. Ik ben eigenlijk al vanaf 2001 ben ik al ondernemer. En ik heb eigenlijk altijd alles alleen gedaan. En ik had het verlangen echt van als ik weer een onderneming ga beginnen, zou ik het heel graag met iemand samen willen doen. Omdat ik dat, als je altijd overal alleen voor staat, op een gegeven moment is dat best wel zwaar. En ik ben zo blij dat ik deze onderneming, dus financieel blij, ook samen met Karin kan gaan doen. Dat ik me ook echt op kan richten waar ik goed in ben. En dat Karin kan richten daar waar zij goed in is. Dus we doen allebei onze eigen dingen binnen het bedrijf. En we vullen elkaar daar perfect in aan. Dus en dat is, ja, dat vind ik gewoon echt heerlijk aan nou ja, het samenwerken met Karin. Als ik zie wat Karin allemaal achter de schermen doet, als ik dat erbij zou moeten doen, nou, dan was ik al lang aan vakantie toe.
Nou, de prijs zit weer een beetje op break-even niveau. Gisteravond toen ik naar bed ging en ik zag dat Bitcoin weer aardig aan het stijgen was. Toen dacht ik, oh, wat als ik morgen nou niet kan traden tijdens het live traden? Dat er gewoon geen meldingen komen. Denk, wat ga ik dan allemaal vertellen tijdens het live traden? En ja, kan het live traden dan wel, nou ja, zeg maar 1,5 uur duren? Ben ik dan niet misschien al met 1 kwartier, 1/2 uur klaar? En zo zie je maar weer, je kan je van tevoren druk maken over allerlei dingen. Maar er waren dus volop meldingen vandaag. Dus dat was dus niet nodig geweest. En gelukkig hebben we al een trade kunnen zetten. En kijken we naar een volgende trade. En ik heb nog weer. Ach, we zijn een community, dan verzinnen we wel een onderwerp. Ja, inderdaad. Ik heb ook nog wel weer wat nieuwe meldingen binnen waar we even naar kunnen kijken. Even kijken, dit is Tommy op de 5 minuten. Nou, hij is hier voor het laatst bij de bovenste band geweest. Hier zit wel redelijk wat beweging. Hier is die drop naar beneden. Dat is volgens mij aardig op hetzelfde niveau. Even kijken hoor, bij Matic. Ja, die was 10 minuten later. Deze was net 10 minuutjes eerder. Maar hij is nog aan het droppen. Ook hier, wil je hier instappen, wacht echt tot die blauwe lijn tegen of in niemandsland is. Dus dat houdt in dat je hier ook al een groene candle moet hebben om hier in te stappen. Zolang dat nog niet zo is, zou ik ook niet gaan instappen. Want deze prijs gaat dan nog verder zakken. Een volgende. Eens even kijken. CHZ, 5 minuten. Oh, volgens mij zag ik dat ik gevuld was bij een order. Kijk, deze, die is ook 5 minuten. Hier is die echt bij de bovenste band geweest. Hier bijna. Er zit wel lekker wat beweging in. Hier zie je al, die blauwe lijn is al tegen niemandsland aan. Hier heb je al een groene candle. Je kan voor de zekerheid even wachten. Deze candle duurt nog 1 minuut. Totdat deze candle af is. Dat je zeker weet dat dit een groene candle blijft. En dat je in de eerstvolgende candle instapt. Dat geeft je iets meer zekerheid. Maar deze zou instapwaardig zijn. Bitfavo link is inmiddels gevuld. Ik heb denk ik bij de instellingen de geluidjes weer uitstaan van Altrade. Ik zal zo even kijken. Maar Bitfavo, onze link is gevuld. Ga eens even kijken. 0,77% winst op deze trade. Nou, je betaalt 0,47% fee. Dus dat is best wel heel wat, vind ik, voor Bitfavo. Dus daarom trade ik nooit zo heel veel op Bitfavo. Maar goed, hè, we houden toch hier toch nog 0,3% winst aan over. Nou, die sluiten we even af. KuCoin staat inmiddels wel in de winst. We gaan het even zien. Ik kijk even bij mijn instellingen. En ik kijk even bij notificaties. Nou, ja, die staan uit. Even kijken. Kijk, dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben. Nou, nu staan ze weer aan. Ja, dat doe je bij instellingen. En dan kijk je bij algemene instellingen. Notificaties kijk je dan.
Want er is, ik heb weer een update gehad en dan kunnen dat soort dingetjes uitgeschakeld zijn. Dus let daar altijd even op. Als je denkt van hé, er werkt iets niet. En wil je zeggen, ik plan niet meer wat voor mij gepland door anderen. Ja, en plannen, dat is nog een groot onderdeel van mijn dag of van mijn werkweek, zeg maar. Hoe ik dat eigenlijk altijd doe, ik hou gewoon een digitale agenda bij. Maar daarnaast, elke maandagochtend heb ik gewoon een papieren planner. En elke maandagochtend doe ik eigenlijk al voor het live traden, ga ik altijd even zitten, pak ik mijn digitale agenda erbij, schrijf ik al mijn activiteiten voor die week, schrijf ik in die papieren planner. Maar ik plan ook direct mijn treedtijd, plan ik in. Ik plan mijn leertijd, of mijn leestijd is dat voor mij. En wanneer ben ik aan het lezen? En het is niet het lezen van, oh, ik lees nu eens een mooie roman of weet ik veel wat. Nee, dat is echt het lerend lezen over crypto, aandelen, beleggen, nou, noem maar op. Die tijd plan ik ook allemaal in. Maar ook wanneer ik mijn video's opneem, video's edit, allemaal dat soort dingen. Dus ik ben wel echt van het plannen. Doe ik dat niet, dan komt er vaak ook niets van terecht. Dus ik plan ook echt mijn treedtijd. En mijn privé treedtijd is eigenlijk altijd tot 's ochtends 9 uur. Zo tussen 7 en 9, 7:30 en 9. In de winter kan het vaak wel ietsjes later zijn, dan is het vaak 7:30. Maar zomers kan het ook wel eens 6:30 al zijn, maar dan tot 9 uur. Dan plan ik zoveel mogelijk tijd in om met mijn privéportfolio te traden. Verder op de dag plan ik ook wel eens tijd in om met testportfolio's te traden en zo. Maar doe ik dat niet, dan weet ik ook dat daar vaak een andere invulling aan komt. Dan lukt het niet, of er komt iets tussen, of ik heb te kort tijd, of wat dan ook. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te plannen. En dat is ook eigenlijk wel een beetje mijn advies aan jullie. Van, ja, heb je moeite om goed tijd te vinden om te traden, ga het ook echt plannen. Ga aan het begin van de week zitten met je agenda en ga kijken van wanneer komt het beste uit dat ik ga traden. En ja, bespreek dat ook binnen je gezinssituatie. Dat je gezin jou ook tijd gunt om te gaan zitten om te traden. Bettes vraagt, houdt Altrady de werkelijke betaalde of te betalen fee bij de verschillende platforms echt correct bij? Nou, daar kan ik wel op zeggen dat het nee is. Want heb jij bijvoorbeeld, betaal jij met fee met korting? Dat berekent hij niet altijd bij het ene platform wel, bij het andere platform niet. Ga ervan uit dat het bruto prijs is. Maar die prijs hou ik altijd wel aan. Hè, bijvoorbeeld als ik nu zeg maar zie dat bijvoorbeeld 47%, 0,47% fee moet betalen op Bitfavo. Dan hou ik dat ook een beetje in mijn achterhoofd. Meestal rond ik het zelfs naar bovenaf. Dat ik weet gewoon, oké, 0,5% gaat er nog af aan fee. Dus ik zorg altijd dat ik daarboven nog mijn winst heb staan. Dus ik probeer het altijd dan weer zo hoog mogelijk aan te houden. Heb ik de achteraf, krijg ik dan korting op de fee? Of doordat ik met een via KuCoin met KC-munt nog betaal? Of wat dan ook. Of ik heb een of andere iets waar ik nou, ook nog weer korting voor krijg. Dan is dat alleen maar meegenomen. Maar ik ga zelf altijd uit van het bruto bedrag.
Weet je, zo kan je onderaan de streep nooit bedrogen uitkomen. Want ik heb wel eens gehad dat ik, vooral als je aan het yo-yo treden bent. En ik weet niet of iedereen weet wat ik daarmee bedoel. Maar dat is, je zit in een trade, maar tijdens die trade ga je elke keer kleine, korte treetjes maken. Nou, dat is heel leuk om winst, om je break-even line mee naar beneden te krijgen. En om winst bij elkaar te sprokkelen. Maar elke trade betaal je ook weer fee. En als jij niet genoeg winst pakt op een yo-yo trade, maar je moet wel je fee afdragen, kan je dus onderaan de streep voor jouw gevoel met winst uit. Hè? Qua percentage kom je dan met winst uit de trade. Maar als je dan je winst hebt en je trekt daar je fee van af, dan kom je uiteindelijk toch nog onderaan de streep uit. In de min uit. Dus, en dat wil je niet. Dus je wil niet leeglopen op de fee. Dus zorg altijd dat je ruim boven de fee jouw winst zet. Nou, inmiddels zien we hier nu ook dat die parabolic SAR, hè, die is hier gekeerd. Staat nu weer onder de candles. Nou, hoop dat dat een push geeft richting onze verkoop. Ik zie dat onze lijn weg is. Dat zie ik trouwens wel eens vaker bij Altrady. Als je je chart niet opslaat, dat die bepaalde lijnen niet bewaart. Maar goed, we weten het. Hier had die lijn moeten staan. Misschien heb ik mezelf ook wel weggehaald hoor, dat kan ook nog wel. Maar en eens even zien, ik heb hier nog een waar we even naar gaan kijken. Het is voor mij een onbekende munt. Himfers. USDT, 3 minuten. Die is hier voor het laatst bij de bovenste band geweest. Hier, hier. Het zijn 3 minuten candles. Hier behoorlijk even een drop gemaakt. Hij is nog geen SBM-melding. Want je hebt hier wel de groene lijn. Dat is de MA200, staat bovenaan. Dan staat hier die MA50. Die komt dan op de tweede plaats. En de derde plaats, die MA20. Dat is mijn rode lijn. Dus bij mij moet het groen, oranje, rood zijn. Dus de lijnen staan goed. Er is een behoorlijke drop geweest. Dus dat is voor mij goed voldoet aan SBM. Alleen de parabolic SAR, deze, die PSAR, die moet onder de rode, de MA20 lijn staan. Dus bij mij de rode lijn. Dus dat klopt niet, dus dat kan ik niet afvinken. Dus vandaar dat het ook geen SBM-trade is. En daarnaast moet er ook nog herstel te zien zijn op de MACD. Maar dit is dus geen SBM-trade. Maar als stopmethode-trade zou die wel eventueel instapwaardig zijn. Alhoewel ik wel even zou wachten op deze blauwe lijn. Die wijst nu weer even iets naar beneden. Je hebt kans dat die prijs dan nog even iets naar beneden gaat. Maar wacht even totdat die blauwe lijn toch evenwijdig aan niemandsland is. Of net in niemandsland is. Kijk, hij gaat nu nog verder naar beneden. Dus dat is het risico wat je loopt als je daar niet op wacht. Dus wacht daar even op. En als dat zo is, hè, als deze blauwe lijn omhoog gaat tegen of in niemandsland. Dan is deze eventueel instapwaardig. Ik zie wel dat er, even zien, 13% in prijs is gezakt. Nou, dat is hier gebeurd. Hij heeft hier een behoorlijke pump gemaakt. Even kijken hoor. Een behoorlijke pump. Nou, ik zou, als ik dit nu zo zie, dan zou ik hem even laten. Op zich is hij wel weer op hetzelfde prijsniveau als wat hij voorheen was hier. Ik denk dat hij hier veel te weinig volume had. Ja, dat zie ik hier wel aan. Hier is het volume heel erg toegenomen. Dus dit is echt een pump geweest. Nou, iets wat zo snel stijgt.
zakt ook weer snel. Nou, nu ik dit heb gezien, zou ik hem niet instappen. Zou ik hem gewoon zo laten. Zou ik hem gewoon laten gaan. Als ik hem alleen hierop zou baseren, je zou hier best wel wat uit kunnen halen. Maar je hebt ook kans dat de volume hier weer snel op terugloopt. Daarom zeg ik ook al, het was voor mij een beetje een onbekende munt. Hij heeft ook maar 1,2 miljoen USDT. Nou, nu heb ik mijn 24 uurs volume heb ik al op 500.000 staan. Maar moet je nagaan, toen ik nog gewoon op Binance aan het traden was, stond mijn 24 uurs volume op 6 miljoen. Dus alles wat onder de 6 miljoen was, zou ik niet op traden. Dus zover ben ik al naar beneden gegaan met mijn voorwaarden voor volume. Nou, deze gaat ook weer in prijs naar beneden. Kijk, met zo'n trade, hier word je geduld mee op de proef gesteld. Hè? Want ik kan me voorstellen dat als de trade hier staat, dat je geneigd bent om te zeggen, ik doe mijn TP iets naar beneden, zodat ik uit de trade ben. Ook als dit is gebeurd, kijk, als je dat hier niet hebt gedaan, want je verwacht nog dat hij verder omhoog gaat, nou dat gaat hij niet, heeft hij in één keer een staaf naar beneden. He, dropt hij naar beneden. Je ziet dat hij hier weer in prijs omhoog gaat. Dan is de verleiding heel groot om op dit niveau te zeggen, ik doe mijn TP naar beneden, dan ben ik in ieder geval uit de trade. Nou, ik zou zeggen, doe dat alsjeblieft niet. En waarom niet? Omdat je je dan niet aan je tradeplan houdt. Je gaat dan emoties mee laten spelen. Want je bent bang dat je, als je op dit niveau bent, je bent bang dat je verlies weer gaat krijgen. Dus dat de prijs weer naar beneden gaat. Maar je vertrouwt niet op je eigen kennis, op je eigen kunde. Want je hebt niet voor niks gezegd, ik stap in deze trade en ik ga voor 0,5% winst. Als jij niet zeker weet of je hier 0,5% winst op kan behalen, had je hier niet in moeten stappen. Je bent hier ingestapt in de wetenschap van oké, ik verwacht hier 0,5% winst te behalen. Nou, uiteindelijk word je gevuld of je wordt uitgestopt. Andere opties heb je niet. Ja, of je gebruikt die 30 candle line. Dat je bij die 30 candle line uitstopstrategie hanteert. Maar dan word je ook of gevuld of uitgestopt. Alleen je stoploss, die heb je verplaatst. Maar andere opties zijn er gewoon niet. Het is belangrijk om je aan je plan te houden. Want wat als je wel hier naar beneden was gegaan, hier je had uit laten stoppen en deze was netjes doorgekacheld naar boven en uiteindelijk was die hier gekomen en had die daarna pas weer in prijs naar beneden gegaan. Dan had je zoiets van, oh wat stom en oh ik had er meer uit kunnen halen en kijk, hij gaat wel omhoog en zo. Dan heb je dat soort emoties weer. Dus wat jij van tevoren bepaalt is, oké, ik stap hierin en ik ga voor 0,5% winst. Daar hou je aan. Wat daar dan nog bij komt kijken van, oké, bij 30 candles of aan het eind van je tradetijd. Dan ga ik een andere beslissing nemen. Oké, maar dat staat ook in je tradeplan. Maar het is gewoon belangrijk om je aan je tradeplan te houden. Je moet jezelf eigenlijk zien als een werkgever of een werknemer. Ja, je bent je werkgever en je bent je werknemer. Als werkgever zet jij een opdracht uit naar je werknemer. Je gaat met je werknemer een contract aan en je zegt, ik wil graag dat je, stel je voor, lopende band werken. Ik wil graag dat je dit op de lopende band uitvoert en continu die handeling uitvoert. Niet iets anders doen, want anders komt het eindproduct in orde. Je doet precies zoals ik aangeef, je doet dit op de lopende band. Nou, jij bent de werknemer,
En je voert precies uit wat er in je contract staat. Dus hè, hoe jij iets op die lopende band zet om te bestikkeren. Of weet ik veel wat je allemaal aan de lopende band kan doen. Maar wijk jij daarvan af, dan wijkt ook het eindproduct daarvan af. En is het eindproduct dus niet meer goed en dan wordt het afgekeurd. Wat doet jouw werkgever dan? Die komt bij jou en die zegt, jij houdt je niet aan de afspraak. Je krijgt nog een kans om het opnieuw te doen. Gaat het niet, dan kan je hier gewoon niet meer werken en moet je de laan uit. Zo werkt het eigenlijk ook met je treedplan. Jij als werkgever maakt het treedplan. Je wil graag dat iedere treed op die manier wordt uitgevoerd. Vervolgens ben jij de werknemer en gaat met dat treedplan aan de slag. Jij hebt een plan gekregen die jij op die manier moet uitvoeren. Als jij daar continu van afwijkt, dan gaat het eindproduct ook niet goed worden. He, dan zegt op werkgever op een gegeven moment ook van, jij wijkt iedere keer van mijn plan af. Ik heb dit plan zo geschreven, ik heb gevraagd of je je daaraan wil houden, maar je houdt je daar niet aan. Jij kan niet meer met mijn plan werken, dus de laan uit. Het is even heel zwart-wit, maar zo is het eigenlijk wel. Kijk, en een eindproduct aan een lopende band kan ook wel eens afwijkend hebben, kan ook wel eens afwijkend zijn, of kan ook wel eens niet de winst opleveren die van tevoren is bedacht. En dat is dus ook met een trade. Maar als dat product maar goed is afgeleverd, dus als jij je trade maar goed hebt uitgevoerd, dan is er aan jou niets te verwijten, want jij hebt het goed uitgevoerd. Kijk, of zo'n product nou winstgevend is, of zo'n trade nou winstgevend is, ja, dat ligt ook aan degene die het afnemen. Dat ligt aan de markt of wat dan ook. Mooie uitleg weer, Helga. Ja, nou, dit voorbeeld gebruik ik natuurlijk wel eens vaker. En ik denk ook dat het gewoon echt ook zo is. En we gaan vaak te makkelijk met onze eigen regels om. We zijn te makkelijk en we wijken te snel van onze eigen regels af. Maar stel je was nou in dienst van mij en ik zou jou voor mij laten treden. En ik zou tegen jou zeggen, ik wil dat je voor me treedt. Je gaat hier bij mij op kantoor zitten. Ik wil dat je voor me treedt, maar je houdt me, dit is mijn treedplan en je houdt je aan deze regels. Dan hou jij je ook aan die regels. Want ik heb je dat opgedragen. En dan ben je niet zo gauw geneigd om van dat treedplan af te wijken. Maar waarom zou je het wel doen als je voor een ander aan het treden bent? Maar nu zijn het jouw eigen regels. Nu moet je je daar ook aan houden. We gaan veel te makkelijk met onze eigen regels om. Nou, deze duurt nog 40 seconden, deze candle. Dan krijgen we een nieuwe candle. Nou, de prijs staat nu nog steeds boven break-even. Dus wat doe ik zo meteen bij een nieuwe candle? Ik zal deze lijn vast even weghalen. Dan zet ik mijn stop los direct boven break-even. Als ik kijk van wat is mijn vierde candle, dan is dit candle nummer 1, hè, want ik ga pas bij een volgende candle actie uitvoeren. 1, 2, 3, 4, dan is dit mijn vierde candle, dus ik zet hem zelfs boven break-even neer. Nou, nog 7 seconden. Hè, ik deactiveer hem. De trade blijft trouwens actief. Dit blijft actief, zou de prijs nu omhoog gaan. Dan wordt hij hier gewoon verkocht totdat ik hem weer activeer. En dan is ook dit actief. Dan zijn je nieuwe instellingen actief. Als je hem op deze manier deactiveert, dan blijven je oude instellingen actief totdat je hem weer opnieuw activeert. En dat vind ik ook het fijne van AllTrading. Ik kan gewoon rustig kijken waar zet ik mijn stop los neer of wat dan ook. Stel je voor dat de prijs in één keer omhoog gaat, dan word je gewoon op deze plek verkocht. Dus je kan gewoon in alle rust, kan jij je handelingen doen. Nou, deze is de nieuwe candle. Ik wacht nu weer op een volgende candle voordat ik weer actie ga ondernemen. Alleen mijn volgende actie zou zijn 1 candle opschuiven. Maar die candle is lager.
Maar ik ga niet meer met mijn stop naar beneden. Dat doe ik niet, want dan zou ik mijn verlies weer gaan vergroten. Of in dit geval mijn winst weer gaan verkleinen. Dus ik blijf dan op dit niveau staan. En bij die candle daarna ook en die candle daarna ook. Dus in principe de komende 3 candles blijf ik gewoon op dit niveau staan. Pas bij een 4e candle zou ik op dit niveau kunnen staan. Nou, ik hoop dat hij dat niet gaat halen en dat ik dan inmiddels gevuld ben. In dit geval, het slechtste geval, gaat de prijs weer naar beneden. En word ik uitgestopt op dit niveau. Maar ik zit boven break-even. We wachten op een groene candle. Dat zou het mooiste zijn. Kijk, sommigen zouden ook zeggen van, je kan ook je stop veel verder omhoog doen of hier je uit laten stoppen, dan heb je wel weer meer winst. Dat is ook zo, maar dan hou ik me niet aan mijn tradeplan. En het gaat er mij om dat ik me hou aan mijn tradeplan en niet aan hoeveel winst haal ik uit zo'n trade. Dat zie ik pas aan het eind en dat zie ik pas onderaan de streep of ik winstgevend ben, ja of nee. Het gaat er mij om, hou ik mij aan mijn tradeplan, ja of nee. Dat vind ik belangrijker. Connie zegt, let je nu niet op de fee waardoor je in verlies komt? Nee, ik let nu niet op de fee. Ik vind dan het houden aan mijn tradeplan vind ik belangrijker dan hetzelfde geld was ik met verlies uit deze trade gekomen. Hè? Dan had ik hieronder bij wijze van spreken moeten staan en zou ik met verlies uitkomen. Nu denk ik alles wat ik meer eruit haal is gewoon meegenomen. Maar ik vind het houden aan je tradeplan vind ik belangrijker dan net iets meer winst pakken. Ja, we zitten onder de 4e candle, inderdaad. Ja. Nou, we zijn uitgestopt. Doe het altijd weer even. Je kan tussendoor, kan je eventueel even verversen het scherm. Nou, we zijn uitgestopt. Hier geeft hij aan dat ik op 0% ben uitgekomen. Nou, we gaan eens even kijken wat dat in ons logboek. Even kijken, 10:34. En ons eindsaldo is, ja, 280. 61. Dus we hebben uiteindelijk 0,01% winst. En dat is dus, de fee is hier dus al vanaf, hè? Want ik betaal bij. Ik heb er bewust voor gekozen om bij KuCoin met USDT gewoon mijn winst te, of mijn fee te betalen. Ik heb op dit portfolio heb ik bewust geen KSC-munt ingesteld. Omdat ik het gewoon even voor het live traden, het saldo gewoon duidelijk altijd wil hebben. Anders zou ik, als ik bijvoorbeeld KSC-munt in mijn portfolio had, dan zou daar de fee van betaald worden. En dan zou ik dat niet zien, zeg maar, aan mijn USDT-saldo. Nou, resultaat van vandaag. We gaan eens even kijken. Het is vandaag 23:10. We hebben, nou, in anderhalf uur tijd 0,51% winst gepakt. Waren de eerste trade een hele mooie, nette trade, korte trade was met een mooie winst. Nou, we hebben met de uitstopstrategie hebben we toch nog 0,01% behaald.
waardoor we net boven de 0,50% uitkomen. Ik vind het weer mooi. We lopen nog wel steeds achter op schema. Hè? Dat kan je hier ook zien, want we hadden eigenlijk nu al rond de $341 moeten zitten om goed op schema te moeten blijven. Nou, we zitten op de $280, dus we zitten er $60 van af. Ja, dat, misschien gaan we het inhalen, misschien niet. Maak ik nooit zo'n probleem van, we zien het wel. En ik zal opslaan. Dan bedank ik jullie weer voor het kijken naar deze live trade sessie. Donderdagavond ben ik ook weer live. Gaat net zoals op deze manier ook via Zoom. Maar dan via Financieel Blij Live. Dus via onze Blije Academie. Dat is alleen voor leden. Dus ben je nog geen lid, word dan lid via Financieel Blij Live. Als je in onze Blije Academie bent, kan je ons vinden in het forum. Financieel Blij Live. En als je daarop klikt, kan je altijd je lidmaatschap aanvragen. En eigenlijk op donderdagavond zijn altijd een soort van mini-clinics. Dus ik hoop je daar weer te zien. Een hele fijne dag, een hele fijne week. Doe voorzichtig, let op de Bitcoin chart. Probeer die zo goed mogelijk te volgen. En stem daar ook jouw trade sessies op af. Bedankt voor het kijken en tot donderdag. Doeg!